woensdag ontvangt Willem II Ajax in Tilburg. In de voorgaande 35 edities viel slechts één keer een gelijkspel te noteren en 7 keer won de thuisploeg. Op 30 augustus 2008 opende Willem II het seizoen met een zege op Ajax. Marco van Basten ging bij zijn eerste eredivisiewedstrijd als coach met een 2-1 nederlaag naar huis. Zijn team begon wel sterk. Goed uitgespeeld deze aanval van Ajax met uiteindelijk het schot van Huntelaar. Miralem Soleimani. Wil met links. Goed schot. Wat een binnenkomer. Van de nieuwe man. Miralem Soleimani, wat een prachtige treffer zeg. Luis Suarez had de score kunnen vergroten. Suarez zelf. Huntelaar vrij. Suarez moet zelf. Wat een kans zeg. En wat een gepruts achterin bij Willem II. Na rust kwam Willem II sterk terug. Stekelenburg is te laat. En dan is daar toch de moesje. Op de hoekschop van Boutahar komt Willem II gelijk. Een beetje zoals Andries Jonker had gegokt. De lengte van de moesje was al een beetje een probleem in de eerste helft voor Ajax. En nu uit een doodspelmoment wint de moesje heel makkelijk dat kopduel. En is er eigenlijk geen verdediger meegelopen van Ajax. En is Stekelenburg te laat. En Ajax bleef slordig in de afwerking. Suarez kan zo doorlopen. Maakt dan Hens? Nee, zegt Fink. Suarez, het duurt te lang. Het duurt veel te lang. Willem II benutte zijn kansen wel. De punter en het doelpunt van Mehmet Agun. En het is gewoon verdiend. Ajax speelt slap. Verliest de onderlinge duels en Willem II opportunistisch. En dan valt die bal voor de linkerschoen van Mehmet Agun. En dan staat Willem II zomaar met 2-1 voor. Ajax moest uiteindelijk zelfs met 10 man verder en liet de 3 punten in Tilburg. Snow. Raakt daar de doelpunt te maken. Mehmet Agun. En hij krijgt rood van Fink. Dit is een foute beslissing van scheidsrechter Fink. Met Ajax komt een titelkandidaat naar Tilburg. Stef Nijland weet dat Willem II anders voor de dag moet komen dan tegen FC Groningen. Vanaf dinsdag moeten dan inderdaad de kop wel weer de goede kant op. Want ja, als we weer zo beginnen als vandaag, dan heb je ook thuis tegen Ajax niks te zoeken. Maar laten we daar maar niet van uitgaan.